Hallo, welkom iedereen in een nieuwe video. Ik had daarnet een reading opgenomen voor de lenen van het verborgen lidmaatschap. Dus voor de verborgen readingen bedoel ik. Waarin ik boodschappen channel en doorgeef. En omdat de boodschap daarin zo belangrijk en zo krachtig was, werd ik geleid om ook een video op te nemen om gewoon op YouTube te plaatsen. Ik weet niet hoe dat de boodschap gaat zijn, maar ik voel dat heel veel mensen nood hebben aan inzichten, aan een houvast, aan helderheid, aan een doorbraak, zou ik bijna zeggen. Of het nu is op werkvlak, in financiën, of een ander persoonlijk vlak, relatie, persoonlijke groei. Het maakt niet uit. Maar weet dat met de aankomende verandering, dus waarin dat we naar het waterman gaan, dat er weer heel veel dingen gaan verschuiven. Ik weet niet of je het gevoeld hebt, maar met de nieuwe man vorige week, als ik me goed herinner, zijn er heel veel dingen verschoven. En is er plots een aantal dingen in echt een stroomversnelling gekomen. Dingen die onverwacht waren, maar waar hij tegelijkertijd misschien ook zoiets had van ja, mijn intuïtie wou me eigenlijk al iets duidelijk maken, maar ik kon niet de puzzelstukken nog niet mooi samenleggen. Misschien heb je nu een extra puzzelstuk ontvangen, waardoor dat je iets meer het grotere geheel ziet. Dat is ook hetgeen wat de eerste kaart zegt. De grootste schaduw, of de grootste obstakel dat we nu tegenaan lopen, is het terugnemen van onze eigen kracht. En de kaart liever ligt ondersteboven. Het is een zevenkaart, waar ook te maken heeft met transformatie en het verder uitbouwen van je leven, van het universum. En de reden waarom dat we nog niet volledig onze kracht hebben teruggevonden of terugvoelen, heeft gewoon te maken met het feit dat we nog te vaak onze realiteit, ons leven, de dingen waar we tegenaan lopen, proberen te gaan begrijpen vanuit de oude manieren van zijn. En dat is hetgeen dat we natuurlijk niet meer mogen doen. Ja, je mag dat wel doen, maar het zal niet meer werken. En dat is hetgeen dat ik ook meegaf in de andere reading van dat ik ook al een post over gemaakt heb hier op YouTube. Van we worden niet langer ondersteund wanneer dat we het leven vormgeven vanuit oude patronen, vanuit oude copingmechanismen, vanuit oude structuren. We zitten midden in de fase, ik heb al in andere video's ook gezegd, het is alsof dat we in het oog van de storm zitten. Langs de ene kant voelt dit een rustig jaar. Maar tegelijkertijd voor de mensen die eigenlijk nog niet doorheen de eerste kern van de storm gegaan zijn, die gaan er nu doorheen gaan. En als jij nu op een wat rustiger moment in je leven zit, dan weet je dat er nog weer een volgende storm aankomt. Alleen heb je door de eerste fase heel wat vaardigheden kunnen opdoen, kunnen oefenen. Heel wat talenten ontdekt over jezelf. En heb je geleerd hoe dat werkt wanneer je samenwerkt met het universum en wanneer je vanuit een hoger bewustzijn jouw leven vormgeeft. En dus hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer je gaat merken dat leven echt ook moeitelozer gaat. En ja, het blijft een uitdaging om telkens maar nog dieper in die overgave en dieper in dat vertrouwen te stappen. Want dat is hetgeen wat we als geascendeerde meesters hier op aarde te doen hebben. We groeien naar, en ja, dat heb je waarschijnlijk misschien al gehoord, naar een kristalline lichaam. Maar wanneer je een kristalline lichaam hebt, betekent dat één, de invloed van de 3D-wereld en de densere, zwaardere energieën die er nog zijn op aarde, dat het effect daarvan ook veel groter is op jouw fysieke lichaam. Dus net daar ook is belangrijker dat je luistert en dat wanneer je voelt dat je moet dat je tijd alleen nodig hebt of dat je zelf door geen aantal stukken moet werken, dat je daar ook naar luistert. En ik word emotioneel terwijl ik dat zeg, omdat wellicht één of meerdere
van jullie mag heel veel emoties vastzetten en heel veel emoties nog in jullie dragen, die fysieke klachten geven, die ervoor zorgen dat je vastzet, die ervoor zorgen dat je niet de stappen neemt om mensen los te laten, uit angst voor wat dan ook. En het is het stuk dat je invult na het angst voor, ik ben bang voor, ik ben bang dat, ik voel angst dat, die drie puntjes dat ik nu niet voor jou invul, maar dat je voor jezelf mag gaan invullen, dat zijn de stukken waar je nu mag doorheen gaan werken. En hoe dat, naarmate je dat doet, ga je merken ook dat je dan ook beloond gaat worden. Je gaat je niet alleen lichter voelen. Je gaat niet bij elke tekenfilm helemaal overweldigd worden door je emoties, omdat je het zo mooi en prachtig vindt. En dat mag, hè, daar is er niets op tegen, maar ik denk dat je snapt wat ik wil bedoelen. Je zal je stabieler en kalmer voelen in je eigen emoties, in je eigen leven. En ik zie net 0606. Misschien dat voor iemand belangrijk is. Wat is dat we nog mogen meegeven? Ik heb ondertussen de tarotkaarten uitgehaald. En dan kreeg ik onmiddellijk de 10 van bekers. De knecht van wanten, maar ondersteboven. Zij heeft die eenheid in onszelf die er nog niet is, waardoor hij natuurlijk ook geen eenheid kan ervaren met een andere ziel. De 3 van munten. Wat zijn de doelen waar hij op focust? De wereldkaart, de ijs, de 1 van zwaarden, dan de ridder van bekers. Nog 4 kaarten en dan gaan we het verhaal vertellen. Hebben we de koning van munten, maar omgekeerd. Ja, omdat er nog geen stabiliteit is in het fysieke. Dus de hogere energieën zijn nog niet gegrond in het fysieke. Waardoor dat natuurlijk heel, heel onwennig aanvoelt. De 2 van bekers. En dan hebben we nog de toren en de... Welke kaart is dat ook alweer? Ik ga nu even mijn boekje nemen. dat ik niks verkeerd zeg. Hoe heet ze deze kaart? X15. Temperance, ja. De Temperance kaart, maar die ligt, als ik het goed zie, aan de Romeinse cijfers, die ligt ondersteboven. Dus ook daarin zie je dat we nog niet de vaardigheden hebben gevonden om alle verschillende elementen in ons leven te gaan samenbrengen. Omdat we... Ja, en het gaat echt over emoties. En we moeten nu echt doorheen die emoties werken. Dat is nog een stuk dieper healing in die vrouwelijke energie. Maar ook in de mannelijke energie gaan we dat merken. Maar in eerste instantie dus de vrouwelijke energie. Omdat de vrouwelijke energie, om tot eenheid met die mannelijke energie te komen... De eenheid in zichzelf helemaal en volledig moet voelen. En dat is natuurlijk iets moeilijker te interpreteren of te gaan begrijpen wanneer dat gaat over jezelf. Maar ook daar is dan eigenlijk, hoe uitzicht dit dan? Dat je gewoon respecteert voor jezelf, bij jezelf, wanneer dat er een moment is dat je minder voelt. Wanneer dat er een moment is dat je helemaal ondersteboven bent en gewoon een afdag nodig hebt. Of gewoon een dag nodig hebt om je emoties te voelen en die er gewoon te laten zijn. En wanneer hij dat kan, wanneer dat we uiteindelijk tot het punt gekomen zijn waarin dat we die eenheid, zowel die mannelijke als die vrouwelijke energie in onszelf geheeld hebben en allebei respecteren en dat ze allebei in dezelfde richting, want hetzelfde doel gaan kijken, dat is het moment waarom dat we gaan zien dat we een nieuwe wereld aan het creëren zijn. Waarin dat we onze waarheid gaan spreken vanuit die eenheid dat we zijn. Waarin dat je gaat kunnen naar anderen toe stappen vanuit onvoorwaardelijke liefde. Ongeacht welk leed tussen haakjes. En dan kan je natuurlijk zien dat mijn vingers zo haakjes maken. Maar dus dat je kan wegstappen van het idee dat je gescheiden bent van al de rest om jou heen. Hoe hoger in energie, hoe meer je voelt van energieën om je heen. En dat heb ik daarnet gezegd. Maar net daarom is zelfliefde nog zoveel belangrijker. Daarom is het
tijd en ruimte te nemen om te mediteren. Of gewoon om naar binnen te gaan. Of om een boek te lezen. Maar bij een boek ben je natuurlijk ook weer gericht op de buitenwereld. Maar dus iets te gaan doen. Al is dat op je bed gaan liggen. Of gewoon gaan zitten en buiten wandelen in het bos. En kijken naar de natuur. Of naar de zee gaan. En kijken naar de golven. En luisteren naar de golven. Al die dingen, al die activiteiten zorgen ervoor dat je die verbinding met je eigen emoties en met je eigen barometer die in jezelf zit, op een goede manier kan gaan leren gebruiken. Omdat je gaat weten van, oké, dat is hetgeen wat ik voel. Dat zijn de emoties die willen gezien worden. Dat is de pijn die er nog zit op een dieper niveau. En hoe kan ik trouw zijn aan mezelf? Hoe kan ik mezelf zo onvoorwaardelijk lief hebben? En wat heb ik nodig om tot die diepere healing te komen? En zolang dat we dat niet doen, gaan we constant de tower moment ervaren. Gaan we constant tweedracht zaaien in ons eigen leven en in onze relaties. Zolang dat je jezelf ziet en ervaart en jezelf identificeert met het zijn van een slachtoffer van iemand of door iemand. Zolang dat stuk er is, is het moeilijk om vanuit eenheid en individualiteit samen te komen met een andere ziel. En zeker voor tweelingvlammen, waarin dat, wanneer dat je samenkomt met je tweelingvlam, je altijd de authentieke andere ziet. He, want wanneer dat jij kijkt naar jouw tweelingvlam, of je tweelingvlam kijkt naar jou, dan zien zij niet de gekwetste versie. Nee, zij zien de geascendeerde versie. Zij zien de volledig geheelde versie. Zij zien de... Ik ga niet zeggen de perfecte versie, maar je snapt wat ik wil zeggen. En dan, wanneer dat daar door omstandigheden, door andere energieën, door werk, door overtuigingen, door opvoeding, door de maatschappij zelfs, door eigen wonden, een disbalans komt in de energie van je tweelingvlam, dat zijn de momenten waarop dat fysieke separatie, scheiding getriggerd wordt. Waarom? Omdat jullie dan op dat moment allebei in een andere frequentie zitten. En dat is wat ik de laatste 4-5 jaar regelmatig heb ervaren, wanneer dat ik een kwantumsprong maak, dus een energie verhoog, is er altijd een fase nadien, soms heel snel daarna, soms iets lang later, waarop dat ik niet meer resoneer met de frequentie die mijn tweelingvlam op dat moment is. En dus dat vraagt constant om los te komen van die ego-identiteiten dat we op dat moment hebben aangenomen. Om constant los te komen van die frequenties en de 3D-versies dat we zijn. Want het gaat niet over het gaat niet over de naam, het gaat niet over het beroep, het gaat niet over zelfs de kleur van haar of wat dan ook. Het gaat over een zielsconnectie. Het gaat over jou en zijn of haar ziel. En het is daar dat ook die zielsherkenning gekomen is. Het is daar dat die diepe zielsconnectie al die emoties in jou heeft ontwaakt. Omdat al de rest er niet toe doet. En dat is een van de grootste lessen dat ik in mijn eigen connectie geleerd heb door de afstand die er tussen ons is, fysieke afstand dan, aangezien dat wij in 2 verschillende landen wonen, dat het nooit gaat over de 3D-versie van de andere. Het gaat niet over van wat dat we doen van werk. Het gaat niet over hoe dat we eruit zien. Maar wanneer dat we verbinden, ging het altijd over die energetische connectie. En dat is een van onze sterkste krachten eigenlijk. Onze telepathische connectie. Elkaar voelen, de energie voelen bij elkaar. Waardoor je constant het gevoel hebt dat je bij elkaar bent. Soms tot vervelend toe. Wat dat uiteindelijk een hele diepe emotionele verbinding gebracht heeft. En ook een hele mentale verbinding. En die fysieke verbinding, dat is hetgeen waar dat heel veel mensen zich een stukje op verkeken.
Maar laat ons zeggen dat in mijn connectie heel veel fysieke gelijkenissen heel lang voor mij verborgen gebleven zijn, opzettelijk door het universum, omdat ik nu nog beter zou gaan begrijpen dat het niet gaat over die fysieke gelijkenissen, want die fysieke gelijkenissen of de fysieke synchroniciteiten in ons 3D-leven, om het zo te zeggen, dat die waren enkel maar bevestiging van iets wat ik al lang gevoeld heb, iets waar ik al lang van overtuigd was. Dus ook hier, of je nu een tweelingvlam bent of niet, in alles wat je doet, wees je heel bewust waar dat je zit in jouw energie. Waar dat is waar je energie naartoe stuurt. Waar dat is waar je energie aan geeft, want je hebt maar 100% energie elke dag. En als je 99% geeft aan je zorgen en aan jouw piekeren en aan allemaal dingen waar je bang voor bent en liever niet wil gaan manifesteren, ja, dan spijt me, maar dan is dat net hetgeen wat je aan het aantrekken bent, want het is op die frequentie dat jij jou aan het afstemmen bent. Dus eigenlijk doe je het omgekeerde. Op dat moment ga jij jouw energie gaan afstemmen op iets wat je wilt vermijden. Terwijl manifestatie vanuit een hogere energie, je leven realiseren en neerzetten vanuit een hogere energie, gaat er net over dat je begint in die energie. Ik zie net 16-16. Maar het gaat erom dat je begint in die energie. En dat je dat voelt, dat je dat ziet voor jou. En dat het van daaruit, dan ga jij aan jouw energie werken. Aan alle dingen die boven komen. Emoties, overtuigingen, wat dan ook. Voorbij ervaringen. Angsten, maar eigenlijk zit dat onder overtuigingen. Maar je snapt wat ik wil zeggen. Dat je aan al die dingen gaat gaan werken. Zodanig dat jij 99,9% van de tijd die frequentie kan aanhouden, die dezelfde frequentie heeft als hetgeen waar jij in energie kan voelen en zien. Als je dromen en je verlangens. En pas dan ga je zien wanneer dat er totaal niets meer van weerstand is. En dus je kanaal volledig open is, hè, en dus je reguleringen volledig leeg zijn. Dan gaat het universum onmiddellijk jouw wens gaan manifesteren. Dat is wet. Dat is één van de universele wetten. Het kan niet anders dan manifesteren, dan kristalliseren, dan verschijnen in de fysieke wereld. Maar het vraagt om constant naar binnen te gaan en constant hetzelfde te doen. Waar zit ik met mijn energie? Welke overtuigingen houden me tegen? Welke angsten en emoties zorgen ervoor dat ik krampachtig vasthoud? Deze ochtend zei mijn dochter in de auto, mama, eigenlijk heb ik wel geluk. Want elke keer als ik iets wil manifesteren, dan vraag ik dat aan het universum, of aan, zij zegt mijn engeltjes. En dan vergeet ik dat eigenlijk, dat ik dat gevraagd heb. Maar ja, dat is eigenlijk wel mijn geluk. Want dan komt het sneller. En dat is ook zo. Wanneer je dingen kan loslaten, en vergelijk het met een bestelling op bol.com of op Amazon. Je gaat ook niet elke seconde gaan zitten twijfelen of je wel op de juiste knop gedrukt hebt. Of dat je het wel betaald hebt. Of dat de betaling wel doorkomt. Of dat de bestelling al wel verzonnen is. Of dat het misschien wel naar het juiste adres komt. Je gaat niet elke minuut van de dag gaan kijken op de tracker om te weten waar je pakketje zit. Nee. Je weet van oké, ik heb mijn bestelling gedaan. En vandaag of morgen of in het ergste geval overmorgen of wanneer dan ook. Dan komt mijn pakketje toe. En dat zijn de momenten waarop dat heel veel mensen, omdat ze niet voldoende vertrouwen erin, en mede doordat ze nog niet voldoende ervaringen erin gehad hebben, gaan ze hun eigen proces gaan saboteren. Saboteren omdat ze dan dingen gaan veranderen. En wanneer dat je aan de knoppen gaat gaan draaien, ja, dan verander je de omstandigheden, dan verander je de kern van jouw intentie, dan verander je de frequentie. Waardoor hij het natuurlijk niet krijgt zoals hij het verwacht had. Of zoals hij het oorspronkelijk had ingezet en ingesteld of doorgestuurd. Dus daar is belangrijk, en zeker naar de volle maan van volgende week toe. En zeker met dat van het weekend naar het tijdperk van Aquarius, dus Waterman gaan. Is super belangrijk om te kijken van waar is het dat ik nog controle hou. Wat is het dat ik bang ben dat het niet gaat komen als ik niet constant controleer waar dat zit, wat dat doet, of wat alles maar gedaan is, en zo verder. Het is heel
diep uitdagend. Wanneer dat gaat over manifesteren en iets dat je super graag wilt, om het los te laten. Maar het is niet voor niets dat mensen zeggen van wat je lief hebt, laat je los. En het belangrijkste stuk dat je moet begrijpen is dat wanneer je het net loslaat, dat je het ruimte geeft om te groeien en om in een nog betere versie naar jou toe te komen. Zodanig dat het in de, volgens de, het hoogst mogelijkste tijdslijn op je pad komt. Laten we dit, de boodschap, afronden. Ik moet straks mijn kinderen van school ophalen. En het heeft gesneeuwd, dus... Ik zou zeggen een extra obstakel, maar zie ook eens hoe dat het sneeuwlandschap ons ook meer licht geeft in deze donkere dagen. Dus probeer ook het randje te zien aan de dingen die ons extra uitdagen. En eigenlijk is het sneeuw een heel mooi voorbeeld, maar dus als je ook op pad van een tweelingvlam loopt, ook daar net hetzelfde. Zie het randje, zie de liefde in alles, zie wat dat jou wil brengen, zie wat het universum jou probeert te tonen. En als jouw connectie op dit moment jou niets brengt of je niet voor je hoogste goed is, dan is het heel goed en dan is het oké. Okay. En dan is het jouw volste recht om te zeggen van ik stap en, even weg en ik neem afstand. En dan krijgen we ook als laatste kaart en als laatste advies: wees een lichtbaken. Wees een inspiratie en wees het licht voor anderen. Licht de weg op, licht het pad op voor anderen. Want dat is hetgeen dat ik daarnet ook gezegd heb. Ik weet niet wat in deze video was of in de video voor de leden. Maar het is super belangrijk dat je begrijpt wat dat jouw impact is. Ook al doe je niets, ook al zeg je niks. Maar gewoon het feit dat je hier rondloopt vanuit een hogere energie. Dat zorgt ervoor dat heel veel mensen getriggerd worden. Dat heel veel mensen hun eigen schaduwen zo hard gespiegeld worden, dat ze het allemaal eigenlijk op jou als een schuldige willen gaan aanwijzen. Maar het enige wat je doet, is gewoon licht stralen. Jij, net zoals dat de sneeuw doet, verlicht je hun pad. Maak je het lichter, zodat ze beter kunnen zien wat dat is, zodat ze nog aan het werken hebben. Of waar dat er nog schaduwen en laagtrillende energie in hun zijn is. Dus ook daarin neem niks persoonlijk. Maar ga altijd onmiddellijk naar binnen. Ga gaan luisteren. Vraag aan je team om hulp. Leer werken met de universele vlammen. Ik kan het niet genoeg zeggen. Ook hier, net zoals in de reading voor de lenen, komt ook de violette vlam. Maar ook de regenboogvlam en de diamantenvlam. Dus dat zijn belangrijke vlammen. En de robijnrode vlam ook hier, zie ik. Dat zijn belangrijke vlammen, energieën om in deze periode, en ik hoor nog tot eind februari, om daarmee te werken. Dus probeer elke dag op een of andere manier een inspiratie te zijn. Al is het maar voor jezelf, al is het voor je kinderen, al is het voor je dier, maakt me niet uit. Maar probeer het licht te zijn en het leven iets lichter te maken voor de mensen, voor jezelf in eerste instantie, maar ook voor de mensen om je heen. Zo, ik ga het hierbij houden. Ik ben er zeker en vast van overtuigd dat er heel veel mensen zijn die iets aan de boodschap hebben gehad. Dus ik zelf ook. En als je een persoonlijke reading wilt, of je voelt dat je nood hebt aan een healing, want ook daar voel ik dat heel veel mensen echt vastzitten en dan kan een healing helpen om jouw energie weer beter te laten stromen. Om vastzittende emoties los te maken. Of als je wilt met de vlammen leren werken, maar je weet niet goed of dat je er al klaar voor bent, dan mag je me gerust een berichtje sturen via de contactpagina van de website. En dus de healing en de reading en channelingen. Of als je maar één vraag hebt, dat kan ook. Dat kan je allemaal reserveren via de website. Voilà, dat was het. Ik wens je vast een fantastische dag en dat alle liefde op je pad mag komen. Dag!